Ik heb mijn vader nooit in een spijkerbroek gezien. Hij had altijd een mooi kostuum aan en een stropdas. Anjerop. Ik kreeg steeds meer klanten. Hij had er op een gegeven moment had je 80.000. De rappe tong van mijn vader natuurlijk. Hè. Die kon heel mooi zijn verhaal vertellen. Want hij had eigenlijk in schoenen gehandeld en in wasmachines. Toen begon hij in die kruiden. Hij had ook echt, dat ik zeker weet, duizenden mensen beter gemaakt. En er waren enkele mensen die niet genezen waren. Die gingen een rechtszaak aanspannen. Kruidenhandelaar van de Mooswijk uit Kasteren van Moosdijk. Die televisiepresentator, die Willem Duis, daar keken 8 miljoen mensen naar in Nederland. Toen werd het eigenlijk, het sprookje van mijn vader werd een heksenjacht. Hij is veroordeeld voor het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. Nieuwsdienst ANP. Bij de grootscheepse jacht op de Brabantse kruidendokter van de Moosdijk heeft de politie de uitvalswegen afgezet. Hij heeft gisteren bij zich thuis in Kasteren een wisselloper beroofd van ruim 1 miljoen gulden. Ja, mijn vader was ook wanhopig op dat moment. En in zijn wanhoop is hij toen met zijn geld er vandoor gegaan en met zijn broer. En toen zijn ze in die auto gestapt en toen zijn ze gevlucht. Ja, goed, het is niet goed te praten, maar het is gebeurd. Toen is er gebeld dat hij 200 meter aan de voorkant van zijn huis in de bos zou liggen. Toen ben ik met de fiets daar naartoe gegaan. En daar lag hij in de bossen met een fles cognac. En ik heb onder zijn jas gelegen. Toen zei hij, Frans, kom maar dicht tegen me aan liggen, want het is nou vrij koud. Ja, toen zei hij, pak ook maar een slok van die cognac. Dan word je lekker warm van. Toen kwam er een politiekevertje aangereden. En ik zag de silhouetten van die petten. Want die maan die scheen. En ik vond het spannend. Het leek net een jongensboek. Toen heb ik 3 kwartier bij hem gelegen. En toen zei mijn vader, ga maar naar huis toe, anders wordt zijn moeder ongerust. En toen is hij 's morgens met zijn goede pak aan, is hij door de modder gekropen naar zijn woning toen. Daar stonden 50, 60 politiemensen handen te wrijven, voeten te stampen, sigaretten te roken, want ze hadden het koud. En toen is mijn vader heel brutaal de weg overgestoken en ze hebben hem, eerlijk waar, ze hebben hem niet gezien. Mijn moeder die had een bad klaargemaakt en toen zat hij ook nog een hele grote sigaar te roken. En toen zei hij ook nog, laat die blauwpetten maar lekker kou leien. Ik zit er in een lekker warm bad. En ondanks de klapte van de zenuwen moest ik toch keihard lachen. Toen hebben die politiehonden, die hebben ze sporen geroken, hè. Ja, toen zei ze van, is je vader thuis? Ja, onze vader is thuis. Zit in de keuken. Er stond nog een pot vol met anjers. Hij knikt er een af. En die zet hij toch nog in zijn vestjeszak van, ik ben niet gebroken. Ja, en dat is zo is dat gebeurd.